Anne Soldaat is een van de grootste gitaristen van Nederland. Anne is ook gitarist in de band van Tim Knol, waar hij de hele wereld mee rondreist. Ook solo is Anne zeer succesvol. Hij speelt harde rocknummers, maar ook heel gevoelige liedjes. Mathilde krijgt de kans om met hem op te gaan treden tijdens het concert. Wel superleuk. Ja, en hij heeft een berichtje voor je. Let op. Yeah! Hallo Mathilde. Ik ben Anne Soldaat. Ik heb ook een elektrische gitaar, zoals je ziet. Ik heb veel dingen van je gezien, inmiddels op YouTube. Je bent ontzettend goed bezig. Knap wat je kan op je leeftijd. Maar het is wel allemaal jazz, hè, wat ik heb gehoord. Ik vind dat we van jou een rockchick moeten maken. Ik weet dat je al naar Jimi Hendrix hebt geluisterd. Ik zou zeggen, pak eens een paar platen van die man. Ga eens oefenen op zijn riffs. En dan komen wij bij elkaar en gaan we dat doornemen. En ik ga jou naar de toppen van de rock brengen. Oké? Ik heb er zin in. Ik zie je dan. Leuk zeg. Mathilde heeft de afgelopen dagen flink geoefend op de gitaarriffs van Jimi Hendrix. She's ready to rock. Als ik de masterclass gehad heb, hoop ik dat ik een goede rock solo kan geven. Ik ga er dus meenemen een beetje naar mijn wereld. Meer van de harde gitaarmuziek, de rock. Dus daar gaan we een beetje mee stoeien vandaag. Hey. Hallo. Ik ben Mathilde. Ik ben Anne. Kom binnen. Goed je te zien. Goed je te zien. Hoi, hoe is het? Ik heb wat apparaatjes meegenomen die ze in die rockmuziek wel gebruiken. Waarmee je nog speciale effecten kunt krijgen. En dat zal voor haar ook een verrassing zijn, denk ik. Je weet wat dat is, of niet? Ja, is het een wawa of niet? Right. Ja. Van laag accentueer je naar hoog. En dan krijg je... Daarom heet het ook wawa. Wawa, doe je eigenlijk. Gaat-ie. Zet dat ding maar in. Gaat ie. 2, 3, 4. Ja, gek. Akkoorden of niet? Wat? Dat is gek? Oké. Je gaat helemaal los? Cool. Het is alsof je helemaal een ander mens wordt. Ze heeft gewoon ritme, weet je wel, een soort natuurlijk instinct. En dat als ze zo leert, hoor je dat. Goede frasering. Vind ik echt heel knap. Maar hier bijvoorbeeld, hoe kan ik hem dan... Ja. Hier dan, meestal. Je moet de bende, zoals dat heet, of opdrukken. Ja. Wat mooi is gewoon van de D naar de E bende, maar dan moet je wel sterke vingers hebben, want het is best wel kracht, weet je. Probeer eens van de D naar de E te benden. Zie je, je moet echt... Je bent er nog niet. Ja. Iets hoger. Ja, dat is hem. Nog eens. Snap je? Dat is hem. Gek. Cool. Als je ze maar een beetje uitprobeert, dan vind je ook nieuwe dingen. En die zijn misschien wel heel vet. En dan ja, kan je die verwerken in je solo. Weet je wat feedback is? Dat is toch ook zo'n... effectje? Het is een soort loop van geluid waardoor hij maar door blijft gaan. En als je niet oppast, gaat hij enorm piepen. En de kunst is om dat zo te doen zonder dat het uit de hand loopt. Je krijgt alleen feedback als je hem gewoon lekker hard zet. Oké, is goed. Ja? Ja. Dus misschien dacht ik, moet er zelfs even oordop in doen. Oké. We gaan een heleboel kabaal maken, oké? Oké. Are you ready? Ja. Soldaten worden zo leren dat ik wel van, wow, dit is wel vet goed. Ik bedoel, dat kan ik allemaal nog leren dan.
rock, dan moet je alles loslaten en gewoon ervoor gaan. Want jazz moet je echt kijken, oké, welke toonladder dit, welke noot mag ik gebruiken dit. Maar bij rock moet je gewoon gaan. Heerlijk om zo'n fellow uit te maken. Bij de masterclass staat Mathilde een grote verrassing te wachten. Ze weet namelijk niet dat Anne zijn hele band heeft meegenomen. Ze gaan met de band het beroemde rocknummer Smoke on the Water onder handen nemen. Want dat is het nummer dat ze op het concert zullen gaan spelen. Het is een nummer met echt een hard rock riff. En die gaan we met haar doornemen en dat gaat ze meespelen. En wij geven haar in dat nummer ook gewoon alle gelegenheid om lekker uit de bol te gaan met die elektrische gitaar, zwaar overstuurd. Zo leren, weet je wel, zoals het in de rock ook hoort. Hey, we gaan even het refreintje even doen met dat loopje op het einde. Dus de smoke on the water. We gaan ook met de band nog een paar keer doen. Er staat ook een microfoon voor jou natuurlijk. Zou jij het er vrij mee willen zingen? Smoke, 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 smoke on the water. Ja, en dan wel met heel veel ballen. Keihard. Fire in the sky. Ontzettend leuk. Het is echt heel erg gaaf en zo. Met die ontzettend goede muzikanten spelen. En dan stel ik voor dat je even helemaal losgaat op de G en de F. Oké. Okay. Solo's een klein beetje, kun je een beetje voelen. Snap je? De solo moet ik spelen? Ja, dat je kun je een beetje voelen wat voor akkoorden het zijn eigenlijk. Maar gewoon even te proberen. Het is geen big deal. Gewoon solo. Ja, doe maar wat. Oké. Okay. 2, 3, B. Wat zij doet is een heel andere manier van spelen in de jazz dan wat wij proberen te doen vanmiddag. Het is veel fysieker, weet je wel, het is echt drama en niet te lief. En veel aan die snaren trekken en dat is rock. En dat, weet je wel, daar heeft ze wel zin in, dat zie je wel meteen. Kijk, gaat toch hartstikke goed? Hier ga je haren van wapperen. Ja, waar ik zulke haar had, ging het wel doen. Moet je ook een beetje doen. Zullen we het een beetje doen? Een beetje headbangen? Tijdens de solo? Tijdens. Beloof je dat? De solo. Beloof je dat? Ja. Headbangen. Dat was grappig. Dan ben je aan het gitaarspelen en opeens ga je huppakee. Dat voelt een beetje raar, maar het ging wel. Ik zag die haar ook even wapperen. Gek toch? Vond je het leuk? Ja, zeker. En in december voor het Echi. Cool, leuk. Ik heb zin in. Ik ook. Straks met de hele band van Anne en het Metropolitan Orkest te gaan optreden. Dat is natuurlijk ontzettend, ontzettend leuk. Lijkt me dat. Je doet het nu al fantastisch. De gekke solo's. Gaaf gezongen. Rockchick.